Wat we hier zien is eigenlijk een reliek. En een reliek, dat wil zeggen een object dat gekoppeld wordt aan een heilige. Heel vaak zijn dat beenderen die worden geanalyseerd hier in het kiek. Maar dit is heel bijzonder, want hier gaat het om een kom dat de heilige Franciscus van Assisi zou gebruikt hebben aan het begin van de 13e eeuw. Het is een gebruiksvoorwerp en het wordt nog altijd gebruikt binnen een kloostercontext waar er op de feestdag van Sint Franciscus de hostie wordt uitgehaald en wordt gegeven aan de gelovigen. We weten ook dat het eigenlijk een heel lange traditie heeft. Dus het verhaal gaat dat Sint Franciscus dat tijdens zijn leven 's middags de soep uitat en dat men nadien eeuwenlang die traditie had om eruit te drinken. Met het idee van, als je eruit drinkt, kan je misschien die kracht voelen van Sint Franciscus. En als je ziek bent, misschien helpt dat wel om te genezen. Want als wij ziek zijn, wij gaan nu naar het ziekenhuis. Maar 500 jaar geleden waren er geen ziekenhuizen of waren er geen experten of artsen die konden helpen. Wat is er nu zo bijzonder aan? Zeker in vergelijking met schilderijen of beeldhouwkunst, die zijn ook heel interessant. Maar hier zit je echt met de basis van een cultus. Hier zijn mensen eeuwenlang, soms al huilend, al smekend naar een klooster gekomen om te bidden, met de hoop van te kunnen genezen. Hier draait het rond. Hier begint het allemaal mee. Het is allemaal uniek. Heel vaak zijn dat ook heel complexe objecten. Wel, het kiek is bekend om complexe objecten via materiaaltechnisch onderzoek te analyseren. En zo, op die manier, kan je kunstgeschiedenis en materiaaltechnisch onderzoek samenbrengen en heb je eigenlijk een hele mooie puzzel om het verhaal te vertellen van het reliek. Hallo Jeroen. Dag Katrien, hallo. Ik ben hier momenteel bezig met een onderzoek naar een reliek. Een reliek van Sint Franciscus. Maar ik zie eigenlijk een beetje het probleem dat er metaal rond zit. Mm-hmm. Want het kommetje zelf, het reliek zelf, is het groene object. Ik wil eigenlijk graag weten hoe dat is opgebouwd, hoe de structuur is van dat kommetje. Mm-hmm. Ik kan daar niet goed aan en ik denk misschien dat röntgenonderzoek wel interessant is. Maar ik wil eens horen wat jij ervan denkt, of dat mogelijk is of niet. Bah, écoute, oui, je pense que ça pourrait aider, en tout cas. Le problème, c'est qu'on a un objet en métal qui risque de cacher ce qui est en dessous. Maintenant, il y a quand même des fenêtres qui peuvent nous permettre de voir quelque chose à ce niveau-là. Et alors, je pense que si on fait une vue vraiment du dessus, on va pouvoir avoir aussi des renseignements. Parce qu'il y a peut-être des cassures là, qui ont été réparées, restaurées et qui sont invisibles maintenant. Donc ça, on le verra aussi. Donc voilà, au niveau de la structure de l'objet, oui, c'est un cas difficile, mais on peut essayer. Donc la question de départ était de savoir dans quel état était la céramique qui est insérée dans le métal.
Et on a une réponse très claire avec la radiographie, puisqu'on voit toutes les fissures, les micro-fissures qui se trouvent dans cette céramique. Et certaines ont même été restaurées avec du mastic. Et d'autre part, on a aussi des renseignements sur la construction de l'objet. On voit que la céramique est vraiment insérée dans ce métal et qu'elle va jusqu'à un certain endroit ici en dessous. Au niveau des hanches, on a des renseignements sur la fixation et d'autres micro-fissures à certains endroits qui nous renseignent sur l'état de l'objet.